U kijkt naar aflevering 3 van Gebouwen in Arnhem. We struinen langs de gebouwen van de neorenaissance en de neobarok. Door de economische opleving en industrialisatie was er ook in Arnhem een enorme vraag naar woningen. Wij behandelen de neostijlen die een vorm van romantiek zijn. Ja, we staan nu in de Spijkerstraat bij de Brusselse huizen. Van waar die naam? Je kunt eigenlijk zeggen dat de voorbeelden voor de Renaissance komen. Natuurlijk voor het merendeel, zoals ook veel klassicisme uit Frankrijk bijvoorbeeld. En dit type huizen waar we nu tegenaan staan te kijken, dat kwam veel voor in Brussel en Parijs. Dus eigenlijk moet je je voorstellen dat het moment dat behalve de adel ook een gefortuneerde middenklasse ontstond, moesten die ook ergens wonen. En daar is een bepaald type huis voor ontwikkeld, het herenhuis. Maar waarom vind ik het zo romantisch als ik hiervoor sta? Omdat er allemaal dingen in zitten, elementen die eigenlijk alleen maar ornamenten zijn. Bijvoorbeeld die platte Franse balkonnetjes, dat zijn eigenlijk geen balkonnen, want op de eerste verdieping zit een echt balkon. Maar die ondiepe hekwerkjes van prachtig gietijzer, ja, in de monumentenbeschrijving staat smeedijzer, maar volgens mij is het gietijzer. Zo'n hele brede plint aan de onderkant van natuursteen, die eigenlijk ook nergens anders voor dient dan een visuele onderkant te creëren. En daar zit dan bijvoorbeeld boven de boogramen zit er een prachtige geornamenteerde sluitsteen. En als je dan verder omhoog kijkt, zie je dat boven ieder raam, dat heet een sluitsteen in het midden. Die heeft weer een hele andere vorm, andere ornamentatie. De voordeuren zijn dubbel. Je hebt natuurlijk maar één deur nodig, maar het is best mooi als je die in tweeën kunt splitsen. En die zijn overdreven hoog en die hebben een bovenlicht. En tussen bovenlicht en deur zitten er nog twee frontons. Allemaal ornamentatie, allemaal versiering. Dus ja, als je ervan uitgaat van het idee dat een gebouw een doos is met ramen en deuren, dan is dit wel een hele interessante doos. Maar hoeveel huizen betreft het precies? Dit is een blok van 6 gespiegelde herenhuizen. Dat wil zeggen, de huizen staan 2 en 2 gespiegeld naast elkaar. En dat zijn er dan 6 totaal, dus 12. En uit welk bouwjaar zijn ze? 1877. Architect van Sluiters. Zeg Rob, jij liet mij iets zien waarvan ik dacht, dat is een kattenluikje. Maar dat is niet zo. Waar lopen we nu naartoe? We gaan even kijken naar een schraper. En wat is dat precies? Een schraper, je moet je even voorstellen, nu hebben we onze straat allemaal prachtig verhard. Met asfalt, met klinkers, hier liggen dan klinkers. Met trottoirs, dus we komen nu, als we niet in de hondenpoep trappen, komen we altijd met schone voeten thuis. We hebben wel een matje achter de deur om onze voeten te vegen, maar meestal is dat niet zo vies. Stel je voor, in de 19e eeuw, toen deze prachtige huizen werden gebouwd, waren de straten van zand. Er lag natuurlijk behoorlijk veel troep en als het regende werd het gewoon een grote modderpoel. En als je dan thuis kwam, dan had je hier een schrapertje. En met een uitsparing in de muur. Sorry voor de bloem. Maar hier wat heb je nou gedaan? Ja, sorry, ik heb even een stukje natuur verwoest, sorry. Je hebt een paardenbloem verwoest. Oh, daar heb ik toch al een hekel aan. Dat is niet erg. Nee, er zat hier een ijzerwerkje, soms heel mooi versierd. En daar schraapt hij dan even de modder van je voeten af. Musse Sacrum is een mooi voorbeeld van neorenaissance. Wat zijn de kenmerken van neorenaissance en de neobarok? Je ziet een combinatie van baksteen en natuursteen. Je noemt dat in de gebouw speklagen. Dus dat de baksteen wordt afgewisseld in horizontaal met natuursteen. Gebouwen die zijn gebouwd uit een iets kleinere beurs, daar werd er vaak pleisterwerk gebruikt. Dus daar imiteerden ze zandsteen of wat ook maar. Op een gegeven moment was baksteen heel duur. Dus toen was het interessant om evenveel baksteen als natuursteen te verwerken. Langzamerhand werd baksteen goedkoper. En dan zie je dat die natuursteenbanden steeds smaller worden. Dus daaraan kun je een gebouw ook al dateren. Verder is moet zo'n gebouw uit de neorenaissance, dus Musée Sacrum, Elisabeth Gasthuis, andere panden, die zijn zo gebouwd dat het een schilderachtig plaatje oplevert. In het neoclassicisme streefden ze naar een sober beeld. Met herkenbare onderdelen, zuilen, kapitelen enzovoort. En in de Renaissance moet het een soort schilderachtig beeld zijn. Als de zon er langs schijnt, veel relief, dus er werden veel erkertjes, balkonnetjes,
arkeltorentjes enzovoort vastgeplakt. Gewoon puur voor het schilderachtige effect. Het eerste gedeelte wat we zo meteen gaan bekijken is uit 1847. Gebouwd door architect Fromberg. Die we dus al eerder tegen zijn gekomen. En dat is nog een zuiver staaltje van als er een belangrijk gebouw gebouwd werd, was het neoclassicisme. Dat stond helemaal niet ter discussie, maar dat is 1847. 1877 is dus die economische bloei al flink op gang in Arnhem. En dan ontstaat duidelijk de behoefte aan een hele andere stijl. En dat is dus de stijl die dus teruggrijpt op wat we in Nederland in de echte renaissance ook al hadden in de 16e eeuw. Als je bedenkt, het verschil tussen renaissance en barok is dat de renaissance een gebouw in traveeën indeelt. In de barok streven ze naar een soort taart. Dan is er een hoogtepunt. En dat betekent dat je wilt streven naar een soort accent op het midden. Dus dan is er sprake van een symmetrie. En belangrijke en minder belangrijke onderdelen. In de renaissance willen ze dat ieder onderdeel van het gebouw interessant is. Ja, meneer Zakrem, je loopt er zo makkelijk langs op. Maar dan zie je niet altijd hoe prachtig het is. Wat zien we hier? We zien hier een uitbouw die puur decoratief is. Ja, ik geniet van dat soort dingen, omdat, ja, ik zei al eerder, een gebouw is een doos met ramen en deuren, maar daar kun je ook een feestje van maken. Nou, wat je hier ziet bij elkaar zijn alle onderdelen die zo'n gebouw zo aantrekkelijk maken. We zien de speklagen, zandsteen afgewisseld met natuursteen, mooi metselverband, ook niet het alledaagse wat we tegenwoordig allemaal zien, speciaal metselverband. En als we dan even doorlopen, dan zien we aan deze uitbouw gewoon één grote optelsom van ornamenten. Het is een erkerachtige uitbouw. Die staat op een soort console. En daarboven zit aan drie kanten een schildmotief. Nou, je kent het schildmotief, dat is uit de oudheid het symbool van geboren worden. En als je goed kijkt, zie je aan renaissance gebouwen dat schildmotief heel veel terug. Nou, omhoog krijg je daar een motief, een soort band van verblendsteentjes in oranje en geel. Daarboven zo'n waterslaglijst en daarboven weer mooi glazen lood met op de hoeken van die geprofileerde kolommen. En boven weer van die schelpmotieven. En dat eindigt dan altijd niet zomaar in de dakgoot, maar daar zit natuurlijk ook weer een prachtige profielrand tussen. En dan een flinke overstek voor de dak. Als je nou kijkt naar het gebouw en we lopen verder, ja, dan houdt het hier op. En dan komt natuurlijk het prachtige nieuwbouw van Musus. Maar men was natuurlijk vroeger, in de vroegere tijden, heel erg trots op Musus Sacrum. Maar het heeft er ooit heel anders uitgezien. Klopt. De plek waar deze schitterende nieuwe zaal staat, daar stond het eerste Musus. En dat zag er zo uit, het gebouw van Fromberg uit 1847, in duidelijk neoclassicisme, de enige stijl die toen echt geaccepteerd werd voor de muziekuitvoeringen. Werd al snel zo'n succes dat er uitbreiding nodig was. De behoefte aan zalen werd alsmaar groter en groter. Vandaar dat het prachtige gedeelte hier is gebouwd tussen 1888 en 1890 door architecten Smijtink en Lindo. In een duidelijk heel andere stijl. En dan zie je ook heel mooi de veranderende tijdgeest van neoclassicisme naar neorenaissance. De neorenaissance kent meerdere voorbeelden in de stad. Dit is bijvoorbeeld hoek Eusebius Buitensingel 43, hoek Boulevard Heuveling, toen en nu. Hier ziet u de Franse Sociëteit aan de Koningsstraat. Later werd daar de bibliotheek gebouwd. Ja, de Bakkerstraat is natuurlijk ook een hele chique winkelstraat in Arnhem met chique winkels. Naar welk winkelpand gaan we nu, Rob? We gaan naar Vanilia. Is het echt een exemplaar van de neorenaissance? Ja, je moet het eigenlijk rekenen tot eclecticisme, maar dat is zo'n ingewikkeld begrip dat ik noem het gewoon in dit geval neorenaissance / neobarok. Wat is er zo bijzonder aan dit pand? Ik vind het bijzonder omdat dit eigenlijk een beetje een soort, ja, je zou bijna kunnen zeggen een cartoon van zichzelf is. Je hebt hier te maken met de kenmerken van neorenaissance, dus die speklagen, natuursteenbanden afgewisseld, horizontaal met baksteen. Baksteen is ook al mooi, want het heeft een speciale voeg. Dat heet een knipvoeg of stootvoeg. Dus een voeg die er ietsje uitkomt. Luxe, allemaal luxe. Heel duur om te laten restaureren. Maar of zo'n speklaag al niet genoeg van zichzelf is, zitten ook nog overal diamantkoppen over het hele pand. Speklagen die wisselen elkaar in rap tempo af.
Nou, verder zit een hele hoge plint aan dit gebouw. Het gebouw is van de zogenaamde grote orde, dus de hoofdindeling zijn drie hele grote bogen. Er zit een zijrisaliet, dat stelt dan een soort pilaster voor, bekroond door een prachtig ionisch kapiteel helemaal boven. In dit geval donkergrijs geschilderd. En dan hebben we natuurlijk ook de aanzet- en sluitstenen. Dat is het begin van zo'n boog en het middenstuk. Traditioneel is natuurlijk een sluitsteen altijd datgene wat ervoor zorgt dat zo'n boog op zijn plaats blijft. Vaak is dat onversierd, maar bij dit soort luxe panden zitten er kopjes. Als ik hier zo langs loop, langs dit pand, dan aan de ene kant nodigt het uit om naar binnen te komen. Aan de andere kant denk je, nou, die winkel is veel te chic voor mij. Klopt, dat is wat die grote orde teweeg brengt bij ons. Het is zo groot dat je denkt, hoor ik hier wel? Wij zijn als mens heel erg gewend aan, daar was bijvoorbeeld architect Dom van der Laan heel erg mee bezig. Alles moet een afleiding zijn van de menselijke maat. Je voelt je het beste thuis in gebouwen waar de menselijke maat of een veelvoud daarvan gebruikt is. En dit gaat veel verder. Wij zijn geen mensen van 3 meter hoog. Dus dat je hier ook gewoon door mag lopen, ja, dat is wat jij zegt, dat gevoel is een beetje van, hoor ik hier wel, ja. Nu is dit een eclectisch gebouw. Waarbij de renaissance en de barok gemengd worden. Hoe kun je dat het beste zien? Nou, als je bedenkt dat in de renaissance tijd een gevel zo harmonisch mogelijk werd vormgegeven. Vaak symmetrisch, maar vaak ook een ritme van dezelfde traveeën. Dat het dus een evenwichtig geheel werd. Heeft de barok met de neiging het accent ergens op te leggen. Bijvoorbeeld op de ingang, en dat zie je hier heel mooi. Aan dit risaliet heet het, dit uitstekende gedeelte. Wat verticaal het rechte gedeelte van het pand vormt en ook uitbundiger versierd is dan de rest. Dan noem je het barok, omdat er meer sprake is van overdaad en meer de aandacht in een bepaalde richting trekken. Het ING-gebouw, zoals wij dat nu kennen, aan het Willemsplein, is gebouwd over de binnenpoort van de Janspoort. Hoe zag dat eruit? Dan moet je voorstellen, het was een rij bogen en daar had je dus ook een zogenaamde weergang waar wacht gelopen werd. Ja, en op zo'n stukje daarvan is het ING-gebouw gebouwd in 1883. Als je op oude foto's kijkt, zie je dat het hele pand in een hele sobere klassicistische stijl gebouwd is. Wat je nu nog kunt zien aan de eerste en tweede verdieping. Maar ooit, ergens tussen, ik denk 1880 en 1900, is die begane grond voorzien van een neo-renaissance bekleding met alle elementen erin, zoals de speklagen, de kopjes enzovoort. En als je dan daarnaast in één oogopslag kijkt naar Ries, dan zie je duidelijk het verschil. Dat is veel meer neobarok. Omdat bij het ING-gebouw is de aandacht nadrukkelijk op het centrum gevestigd met die zuilen, met die 4 zuilen. Waar een gigantisch fronton op zit, hè? Dat is dat bovenstuk. Dat is natuurlijk puur alleen maar ornament en om te zorgen dat het aandacht naar het centrum gaat. Je kunt ook aan het gebouw zien dat het 1883 is, omdat ongeveer 10 jaar later waren ze in staat grote glasplaten te maken. En dat werd ook ineens heel hip om dat aan je pand te hebben. Dus ze hebben die consoles links en rechts van het woord ING, daartussen stonden er nog 2... in lijn met die zuilen van de eerste verdieping. Die zijn toen weggehaald en toen zijn er enorme schuiframen voor in de plaats gekomen. Dat is een ontwikkeling die zie je in de stad heel veel bij panden. Ja, het was natuurlijk Ries, hè? Een café-restaurant waar iedereen kwam. Met persische tapijtjes op de tafels waar mijn opa aan zijn drankje nipte. Eigenlijk is het jammer dat er geen horeca meer in zit. Ja, als je die oude foto's ziet van hoe het toen ingericht was, dan denk je, ja, dat was natuurlijk niet voor Jan met de pet of voor mensen met iets meer centen. Maar daar was het echt nog prettig toeven. Je noemt die persische kleedjes op tafel. Ja, dat is nog voor dat bij Charlemagne was dat op het laatst ook nog in de Koningsstraat. Maar er zijn steeds minder plekken waar je nog op die manier kunt nostalgisch kunt genieten. Ja, dat klopt. Maar gelukkig is het pand is er geheel bewaard gebleven. Binnen is ook wat te ontdekken over vroegere tijden. Laten we naar binnen gaan. Als het mag gaan we naar binnen, ja. Ja, als je klant bent van de ING, dan kun je deze prachtige oude muur zien. Maar wat houdt het precies in? Je moet bedenken dat Arnhem kreeg stadsrecht in 1233. Dus toen werd het van een oppidum met een civitas, een stad. En dan moest je in die tijd van een degelijke stadsmuur voorzien. Dus dat was een geweldig werkgelegenheidsproject. Dat jaren heeft geduurd.
Die vestingwerken werden alsmaar verder uitgebreid. Maar in 1829 hadden we al toestemming om de boel weer te slopen. Want de stad was vol en stadspoort in- en uitkomen was ingewikkeld. Dus enthousiast zijn die muren toen weer afgebroken. En daar rest ons heel weinig meer van. De Sabelspoort is nog de enige poort die compleet op zijn plaats staat. En voor de rest is alles verdwenen, behalve dit kleine boogje. Een stukje van de binnenpoort van de Janspoort. De tweede belangrijke poort van de vier. Ja, en dat maakt dat wij aan het einde zijn van deze aflevering 3. Volgende week de Jugendstil.